De Olympische Spelen in 2028 in Nederland die lijken van de baan. Want vorige week was minister Schippers al in de problemen. Onduidelijk over de kosten, wat die dan daarmee gepaard zouden zijn. En vanavond was er bij RTL meer nieuws. Minister Schippers is flink uit de bocht gevlogen in haar poging om de Olympische Spelen naar Nederland te halen. Wij vertelden u maandag dat daarvoor een investering van 8 miljard nodig is. Maar dat de top van het ministerie van VWS dat onder de pet wilde houden. Ik heb ook niks te verbergen. Wij hebben deze notitie en daarin staat dat het secretaris-generaal Van Manen was, de belangrijkste adviseur van de minister dus, die het bedrag geheim wilde houden. Vanwege het risico dat Olympische ambitie wordt afgeschoten. Die speler, neem maar van mij aan, die zijn voorlopig wel even van de baan. Wat heeft minister Schippers eigenlijk fout gedaan? Minister Schippers heeft verzuimd, en dat blijkt uit die openbaar gemaakte stukken via RTL, om een scenario wat is gemaakt op het ministerie van Financiën, wat uitkomt op 8 miljard aan investeringskosten, daar ben je nog niet eens bezig met de organisatie, om dat met de Kamer te delen. En er is op hoog niveau, en dat blijkt ook uit die openbaar gemaakte stukken, op hoog niveau tussen het ministerie van Financiën en het ministerie van VWS, waar sport een onderdeel van is, onderhandeld over noemen we wel of geen bedragen aan de Kamer. En uiteindelijk heeft de rechterhand van de minister gewonnen. Er worden geen bedragen genoemd aan de Kamer. En op die manier hebben wij het scenario van financiën dus nooit onder ogen gekregen. En wat is dan het belang van de minister? Want de minister kan toch ook zelf wel begrijpen dat 8 miljard een hoop geld is en dat je dat misschien niet moet doen. Maar je kan dan delen met de Tweede Kamer, ja. En dan kun je erover discussiëren. Waarom zou ze dat onder de pet houden? Nou, dat is mijn grote vraag. En eigenlijk heb ik er dat ook al gevraagd in de Tweede Kamer. En dan zegt ze, het zijn onzekere kosten. En dat begrijp ik op zich ook wel. We weten nog niet hoe dat in 2028 uitvalt. Maar andere scenario's, een ander rapport, waar 7 scenario's zijn uitgewerkt. Hè, het is of in Amsterdam of in Rotterdam. En is er gekeken naar wat zijn de kosten. Die zijn wel naar de Kamer gestuurd. Dus en zij die waren beter, al gunstiger voor... Dan is het zwartste scenario 3 miljard investeren of 3 miljard verlies. En dan wordt ook de hele organisatie meegenomen. En daar zijn ook heel veel onzekere posten nog in. En waar het mij om gaat is dat ze dat scenario van notabene het ministerie van Financiën niet heeft toegestuurd. En het ministerie van Financiën is daar heel boos over geweest, maar heeft uiteindelijk aan het kortste eind getrokken. Ja, wat gaat u morgen doen? Nou, ik wil dat scenario van 8 miljard gewoon zien. Ik wil die berekening van financiën wil ik boven tafel. Dat heb ik al eerder gevraagd en dat hebben we nu niet gekregen. Dat lijkt me het minste. Maar verder denk ik ook dat het goed is dat de minister erkent dat deze cijfers niet gegeven zijn. En dat staat ook in al die stukken die RTL boven water heeft gekregen. Dat die cijfers niet gegeven worden omdat dat de Spelen schaadt. Ja, althans de kans dat Nederland die Spelen zou krijgen. Het draagvlak. Ja. Er staat in een van die brieven letterlijk, de PVV en de SP zijn al een keer kritisch geweest. Ja, als er op die manier gesproken wordt op het ministerie. Uiteindelijk komt alles uit. En zeker in de politiek. Het is gewoon niet slim om berekeningen te verzwijgen. Sven Kramer, wat vind jij er eigenlijk van? Ja, mijn vraag zou zijn, ja, wilt u zelf de Olympische Spelen naar Nederland halen? Als die vraag nu met die investeringskosten van 8 miljard voor ligt, dan zeg ik nee. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld de plannen die gemaakt zijn om een sportland te worden, dan sta ik daar volmondig achter. En eigenlijk vind ik dat je die ambitie ook moet hebben zonder dat je de Olympische Spelen... Waarom stelde je deze vraag, hè? Nou, ja, je kunt wel heel kritisch zijn, maar als je toch eigenlijk heel graag die Spelen naar Nederland wil halen, ja, dan zou je er toch met z'n allen wel alles aan moeten doen. Tuurlijk blijft, als er dingen verzwegen worden, sowieso niet goed wat er ook gebeurt. Maar ik denk dat we dat met z'n allen toch wel... Het is wel iets waar we ook heel veel voor terugkrijgen. Ja, en in Nederland wordt altijd naar gekeken van wat kost het en is het niet te duur. Maar er wordt nooit afgevraagd van wat is het ons waard om die Spelen naar Nederland te halen. Maar jij kent een beetje de sportorganisaties in Nederland. Ja, vind je Nederland in staat om Olympische... Dat is niet niks. Nee, maar het is zeker niet niks. Maar het is wel iets heel groots. Ik denk dat je er wel iets kan losmaken. Als je kijkt naar wat de Elfstedentocht in Nederland teweeg brengt in 2 weken tijd... Ja, wat zou de Olympische Spelen teweeg kunnen brengen? Maar ik heb dus voorgesteld, hè? Want er wordt gezegd, als je kritisch bent
over de kosten of over wat er nu gebeurt, dan zal je wel tegenstander, zal je wel sporthater zijn. Niets is minder waar. Ik heb voorgesteld, als we het nou gaan doen, laten we dan een investeringsfonds maken van sponsors, de overheid, zodat je de kosten draagt en de uiteindelijke winsten ook draagt. He, want het zal zijn, de overheid betaalt aan wegen en aan stadions, maar de sponsors hebben de winsten. En dat is niet eerlijk. Dat zien we bijvoorbeeld in Zuid-Afrika met het WK ook. Als we dat nou eens delen. Maar dat wordt allemaal afgeschoten. En dan vraag ik me af, welke agenda zit er dan achter? Door wie wordt dat afgeschoten? Door de minister. Dit voorstel heb ik gewoon voorgesteld en zegt ze, daar zie ik niks in. Dat ga ik ook niet onderzoeken of het kan. Waarom eigenlijk niet? Want ze heeft nog 16 jaar de tijd. Ze kan toch alles onderzoeken? Nou ja, dat moet u haar vragen. Ja, ja. Is het bidboek hoeft pas in 2019 of zo ingediend te worden. Hè? Dus waar alles uiteindelijk in staat en berekend is. Nou ja, er ligt een heel mooi plan om Nederland in 2016 op sportniveau te krijgen. Daar is iedereen voor. Daar kan niemand tegen zijn. En dan zouden we kijken, willen we die spelen of niet? Nou, dan is het wel heel goed dat je ramingen gaat maken. Mm-hmm. En dat de kosten daarin nog niet helemaal helder zijn, dat weet ook iedereen. Mm. Maar dit scenario van 8 miljard, ja, we mogen het eigenlijk ook helemaal niet weten. Want als er dus stukken opgevraagd worden, u zult dat misschien weten als wethouder, dan kun je ook passages zwart maken als ministerie. Mm-hmm. Dat blijft dan geheim. De passages waar we het nu over hebben, over die 8 miljard, en dat de Kamer dat niet mag weten vanwege het draagvlak, die waren aanvankelijk zwart gemaakt. Maar die zijn op zo'n knullige manier zwart gemaakt, dat je toch kan dat lezen. Dat is toch leesbaar maken. Ja. Wat is nou uiteindelijk politiek gezien morgen voor u de bottom line? Ik wil met een minister te maken hebben die ik kan vertrouwen. En het is niet voor het eerst dat wij rond een groot sportevenement niet alle informatie hebben gekregen. De vorige keer ging het over het WK. Ja. Dat was niet haar geschiedenis. Dus toen hebben wij als Kamer, eigenlijk kamerbreed gezegd, dit gaan we niet nog een keer meemaken. En wat moet zij dan doen om uw vertrouwen te winnen morgen? Het minste is die doorrekening van 8 miljard van financiën op tafel. Dat u gewoon de cijfers ziet en dat u dat optelt. En maar dat ik moet wel zeggen, ik heb wel een appeltje te schillen met de minister. Want het is voor de tweede keer. Is dat een dreigement, dit laatste? Ja. Ja, maar ik heb het ook al eerder gezegd. Ja. Wat betekent dat dan, een appeltje schillen? Nou, je moet een minister kunnen vertrouwen op dat zij alle informatie met je deelt. Ja, maar mevrouw Schippers zit te kijken en die hoort dan nu van, oh, ze heeft een appeltje met me te schillen. Wat houdt dat appeltje in? Wat gebeurt er dan? Ik heb een motie van wantrouwen in mijn achterzak. Maar ik ga hier niet zeggen dat, per definitie zeg, dat ik hem indien. Maar u heeft hem in uw achterzak? Ja, maar ik ga minister Schippers wel de kans geven. Maar dat heb ik er vorige week ook gedaan. Ja. Toen heb ik dezelfde vraag gesteld. Waarom mogen we het niet weten? Mag ik dat rapport zien? En toen heeft ze notabene gezegd dat het mijn eigen rekenfout was. Waarom ik niet die 8 miljard scenario's had. Ja, en daarin is het toch wel een beetje te ver. En als het nou wel die 8 miljard kost? Dan zeg ik op dit moment, in de huidige financiële crisis, laten we dat maar niet doen. Maar het is in 2028. Ja, ik vind dat die Olympische ambities van het Olympisch plan, dat we die moeten uitvoeren. Maar weet je, we kunnen niet eens voor elkaar krijgen dat de kinderen in dit land 3 uur sport op school krijgen van een vakdocent. Er is gesteggeld tussen het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Sport. Wie gaat dat betalen? Mm-hmm. Laten we dat nou eens eerst regelen. Ja, je praat tegen een topsporter. Die is vooral geïnteresseerd in topsport. Nou, maar dat is een goed recht. Natuurlijk. Uiteindelijk zijn de spelen daarvoor natuurlijk. Ja. Maar ik snap het wel. Tuurlijk. En dat is ook een punt. Weet je, uiteindelijk moet een land gewoon sport ademen. En dat begint daarbij. Maar uiteindelijk kan het wel zo'n doelstelling kan dat ook misschien dat onderste ook wel bewerkstelligen. Ja. Zullen we doorgaan met jou, Sven, nu praten over schaatsen? En gewoon, ja, het was natuurlijk een fantastisch weekend, toch? Ja, nee, super. En dolblij dat het afgelopen is nu ook, of niet? Nou, ik moet zeggen, ik ben wel slechter uit de winter gekomen. Ja. En ik ben best wel eigenlijk nog steeds heel erg fris en ik voel me goed.